Klacht van de Dag. Ik ben Lara en ik werk nu zo'n 3 jaar voor de Nationale Ombudsman. Ik kreeg een WhatsAppje van een mevrouw en die vroeg of wij ook klachten behandelen over de Koninklijke Marechaussee. Zij wilde met haar minderjarige dochtertje op vakantie en bij de paspoortcontrole op het vliegveld werd haar gevraagd naar de toestemming van de vader voor de reis. Zij heeft toen uitgelegd dat zij het wettelijk gezag had over het kind en dat dat dus niet nodig was. Maar de Marechaussee bleef doorvragen en heeft hen zelfs apart genomen voor een nadere controle. Zij heeft daarover een klacht ingediend, maar ze kwam er niet echt uit met de Marechaussee. En daarop heeft ze contact gezocht met ons. We hebben toen contact opgenomen met de Marechaussee, want wij vinden dat medewerkers van de Marechaussee wel voldoende kennis moeten hebben om de situatie van een alleen reizende ouder te kunnen beoordelen. Na het onderzoek wat we hebben gedaan kwamen zowel de Marechaussee als wij tot de conclusie dat de medewerkers beter naar deze mevrouw hadden moeten luisteren. Ga jij nou binnenkort op vakantie met een minderjarig kind? Zorg dan dat je alle benodigde papieren bij je hebt. Dat voorkomt problemen bij de paspoortcontrole. Ik ben Reinier van Zutphen. Ik ben de Nationale Ombudsman. Met 170 collega's staan wij klaar als het misgaat tussen u en de overheid. U kunt ons bellen, iedere dag. Hebt u een klacht? Laat het ons weten.